Het gaat over de slag van Waterloo, maar dat klopt niet helemaal. Wil. Nee, Waterloo heeft ermee te maken, maar dit is niet de slag van Waterloo wat je ziet. Maar dit is de slag bij Quatre Bras. Dat ligt zo'n 18 kilometer ten zuiden nog van Waterloo. En dit is een eerste confrontatie met de Fransen geweest. Nou, waarom is dat zo belangrijk geweest? Het is zo belangrijk omdat hiermee de Franse troepen een halt toegeroepen zijn. Ze zijn vertraagd, waardoor de formatie rondom Waterloo beter en meer tijd had om dat uit te voeren. En uiteindelijk is dat de nekslag voor Napoleon geworden. 1818 is het opgeleverd en ik zie daar heel veel dingen terug uit de Napoleonse periode. Dus een beetje herbeleving van wat ik vaak in boeken lees, maar hier gevisualiseerd. Het geeft ook aan hoe oorlogsvoering eruit zag. En dan zie ik dat oorlogvoering, met name ook in die tijd, vooral veel rook betekende. Het betekende ook vooral veel desoriëntatie. De tijd dat wij wat kleurrijkere uniformen hadden, had er vooral ook mee te maken dat je elkaar niet zag in de rook. En om elkaar goed meteen te kunnen herkennen, waren vaak kleurrijke uniformen heel erg belangrijk. Ja. De schilder Pieneman, is hij ter plekke geweest dat hij alles kon schilderen? Of hoe heeft hij dat gedaan? Is dat bekend? Hij zal waarschijnlijk niet aanwezig zijn geweest. Maar wat wij wel vermoeden, is dat hij dus heel goed gestudeerd heeft van tevoren. Van hoe moet hier iets eruit zien? En je ziet dat het schilderij 3 jaar later pas is opgeleverd. En we zien af en toe al wel een sprongetje in de tijd. Waarin dingetjes terugkomen die eigenlijk pas in die 3 jaar ontwikkeld zijn. Ik ben een restaurator, een van de restauratoren van het team dat hier de Pieneman restaureert. In dit geval begonnen we met het verplaatsen van het schilderij, omdat het was in Paleis Soestdijk. Dus om het daar af te halen en het veilig hierheen te transporteren was eigenlijk de eerste uitdaging. Toen stond het hier en dan beginnen we eigenlijk met het schoonmaken van het schilderij. Schoonmaken betekent de vernislaag ervan afhalen? Want weet je wat voor een vernislaag erop zit vanuit die periode? Nou, we weten het niet vanuit de documentatie. We weten wel dat het in de jaren 70 gerestaureerd is. Maar niet welke materialen specifiek gebruikt zijn. Maar uit onze ervaring en als we kunnen zien hoe het vernis reageert op onze materialen, weten we dat het waarschijnlijk een natuurlijk vernis was. Of een mengsel van damar of mastiek. Maar het zijn natuurlijke harsen die opgelost worden en als een transparante laag over de verf worden gestreken. En die, dat is heel mooi, maar die verouderen wel en die vergelen over tijd. Dus die moeten er altijd wel een keer weer af. Een aantal dingen die hier op het schilderij staan, die hebben jullie ook in het museum hier, hè? Ja, zeker. We zien daar een sapeur. Dat is die man linksonder in de hoek die zich ontfermt over die gewonden. Dat waren de bruggen en de wegenbouwers van het leger. Hadden vaak geen gevechtstaak. Zo'nzelfde uniform, zoals hij daarop afgebeeld is, hebben wij beneden in de tentoonstelling. En wat heel bijzonder is trouwens, als je kijkt naar links in de hoek, langs de rand zie je een deel van een vlag, een vaandel. Dat vaandel ligt hier om de hoek. Dat is hier in de zaal hiernaast aanwezig. Nee, dat zijn draden die zijn voor het schilderij gespannen. En zo kunnen wij een beetje in de gaten houden wie waar werkt en wat waar gedaan is. Dus het is eigenlijk gewoon een hulpmiddel voor ons om de locaties te kunnen aan te geven.